Ja, dankjewel. Eindelijk gekregen. Laat me zien. Na dato, ja. Ik moet hem even laten zien hoor, tuurlijk. Het handen van Guus Hiddink. Dit is hem. Virtueel dan. Wow. Aan de ene kant het hoofd van Franklin Delano Roosevelt. Ja. En aan de andere kant zie je dan de Four Freedoms. Want uiteindelijk... Roosevelt is ooit mee begonnen, hè? Ja, die heeft hem tijdens de State of the Union geroepen. Ja. En eigenlijk is hij daarmee de grondlegger van de Verenigde Naties geweest. En ook de universele rechten van de mens. Ja. Ja. Wat betekent het voor je? Voor mij? Nou, weet je, ik ben met prijzen altijd wel een beetje dubbel. Omdat ik vind dat heel veel mensen een prijs verdienen. Nou, mensen die elke dag weer of geen weer op een fietsje stappen. En naar het verzorgingstehuis fietsen. En daar de hele dag aan het poetsen, aan het wassen en aan het verzorgen zijn. Verdienen allemaal een prijs. En daarom heb ik hem ook echt uitgeroepen voor alle vrijwilligers in de wereld. Want zonder vrijwilligers zou alles in elkaar storten. Dus ja, voor mijzelf is het natuurlijk, ja, weet je... Rijtje, het is natuurlijk, Mandela, het is een beetje een... Merkel, Dalai Lama, bedoel wel Sander. Ja, het is wel echt wat... Hugo, dat moet toch wel, dat doet wel iets met hem. Nou, ik heb wel te doen met Mandela en consorten. Die prijs gaat er toch een beetje op achter. Zo is het. Ja. Maar waarom verdient hij hem? Waarom verdient hij hem? Dat is een heel lang verhaal. Sander ken ik al bijna 25 jaar. Dat begon op het voetbalveld. Maar zodra je in zijn omveld zit, dan ontmoet je een begeesterde man die zijn kijk op de wereld met je deelt. En daar ontkom je niet aan. En voor je het weet, ook al interesseert het je niet, dan ben je aan het discussiëren over sociaal-maatschappelijk onrecht. Onrecht in het algemeen. En ik vind het wel grappig. Ik had zelf vroeger niet veel met Afrika. Ja, ik had ooit een Fosse-Ferrens-kind. Douda Tarawalli, ik zal het nooit vergeten. En dan schreef ik dan mee. Maar daar is het dan wel bij gebleven. Ik was er een beetje cynisch over. En toen Sander is gaan afreizen rond 2005, 2006? Ja, 2007. Ja. Cynisme is geen plaats. Nee, toen was het cynisme wel helemaal verdwenen. Want ik zal nooit vergeten dat hij zei... kom even naar Hopper, daar drinken wij een kopje koffie. Toen er nog kon. En toen liet hij zijn laptop zien. En toen kwamen de foto's van de diamantmijnen voorbij. Ja. Waarin van die kleine drommels, poedeltje naakt, aan het zeven waren. Nou ja, weet je, dan rukt hij je gewoon bij je nekvel erbij. En dan hebben jullie samen die stichting opgezet, de Sunday Foundation. Dus eigenlijk is het ook een beetje jouw prijs, toch? Nee, zo zie ik het niet. Wij zijn maten en hij vindt het gewoon fijn om te sparren. Zo heeft hij ook Dick Molenaar. Die doet de financiën. Dat is ook een vriend van ons. Althans, dat is wel zo. Dick Molenaar heeft ooit zijn been gebroken. Toen heeft hij gezegd... vanaf nu ga jij, accountant, al onze zaken regelen. En dat doe ik al bijna 20 jaar. Lekker nog, elke keer als het rond april is en we moeten alles weer doen, dan bel ik aan. En hij had mijn linkerbeen gebroken met een potje voetbal. Terwijl hij eigenlijk met ons meespeelde. Maar de tegenstander had een mannetje te weinig. Hij zegt, jongens, vinden jullie het goed als ik bij hun meespeel? Ja, geen probleem, Dick, doe maar mee. Dus hij breekt vervolgens mijn poot op 5 plekken. Oh. En elk jaar dan druk ik op de bel. En dan kom ik met een stapel papieren onder mijn arm. Kom ik binnen en zeg ik, Dick. Zeg, hey, Sander. Zeg ik, Dick. Hoe is het? Ik kom zo binnen en dan weet je al weer waar. En dan kleur jij zo'n hele grote plastic zak. Met allemaal bonnetjes en dan mag je het uitzoeken. En zo betrek jij iedereen erbij om iets goeds te doen. Want Sander, heel veel jij kwam daar als journalist in Sierra Leone. Ja. Op de lelijkste plek eigenlijk van de wereld op dat moment. Slechtste plek op aarde. Je zag die kinderen daar in die diamantmijn en je dacht, ik moet iets doen. Er zijn natuurlijk heel veel journalisten die vreselijke dingen op de wereld zien. Maar uiteindelijk daar een reportage van maken en doorgaan met het leven, wat ook heel begrijpelijk is. Dat is heel begrijpelijk. Denk in Sheraton en met het vliegtuig naar huis. Nou, maar dat is heel veel de werkelijkheid. Ja, tuurlijk. Gedaan. Nee, maar dat heb ik echt van mijn moeder meegekregen. Die heeft mij van toen ik 8 jaar was meegenomen naar een demonstratie van Indianen die van hun land gejaagd werden omdat er dure mineralen in de grond waren gevonden. En we waren met een kleine groep en heel veel mensen die liepen langs. Het was bij de Doelen in Rotterdam en haalden hun schouders op, trokken hun wenkbrauwen op en die dachten, wat zijn ze daar aan het doen, dat groepje. Sander was toen -4 jaar. Hè? Nee, ik was toen 8 jaar en het voelde echt van, hey, we gaan de goede kant op. We zijn met een kleine groep, maar we gaan de goede kant op. En mijn moeder heeft me altijd geleerd, als je onrecht ziet, sta daar dan tegenop. En dat heb ik altijd gedaan. En daarom, op het moment dat ik die kinderen in die diamantmijnen zag staan... ja, toen dacht ik bij mezelf, allemaal weeskinderen... allemaal zichzelf aan het doodwerken met hongerbuiken... dacht ik gewoon van, al wordt het me dood. Dat denk ik dan echt. Ja. Al wordt het me dood, ik ga die kinderen eruit halen en een toekomst geven. Ja.